Hey beste kijkers, goed dat jullie er weer zijn. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is een Nefit ProLine 24 kW combiketel. En die staat ingesteld op 18 kW, maar die hoeft maar 45 vierkante meter vloerverwarming te verwarmen. Dus dat gaat natuurlijk nooit goed, dat is veel te veel vermogen. Wat ze ook hebben gedaan is ze hebben de pomptoerental staat veel te hoog. Warm water staat op comfort, maar er wordt bijna nooit warm water gepakt. Naddraaitijd staat op 10 minuten en de aanvoertemperatuur staat op 60 graden, dus dat is ook te laag. Dus wat ik ga doen, is ik ga de aanvoertemperatuur verhogen naar 75 graden, want deze ketel heeft een vrij hoog starttoerental en dat doet hij gedurende 10-15 seconden en daarna zakt hij weer terug naar 23%. En ik ga het vermogen verlagen van 18 kW naar 5,5 kW en de pompsnelheid ga ik verlagen. Dus als je door het menu heen scrolt, dan zie je dus verwarming aan, 60 graden aanvoertemperatuur, 18 kW verwarmingsvermogen. En deze heb ik al net op eco gezet. Minimaal 50%, maximaal 100%. En het mooiste is, er zit ook nog een aan-uit thermostaat op. Nou, wat je dan krijgt, is dat ketel 18 kW wil gaan draaien. Hieronder hebben we de vloerverwarmingsverdeler. En dan gaat de ketel op 18 kW draaien, dus dan pompt hij heel veel heet water hier naar binnen. En dan zegt die knop, wow, wacht even, veel te veel heet water. Dan gaat hij dicht. Nou, er zit dus hier een doorstroombeveiliging op. En die gaat dan open. En dan stroomt het hete water hier dus naar de ketel. En heb je dus geen hoogrendementsketel. En dat is in dit geval al 10 jaar zo. Dus je ziet nu al dat de aanvoertemperatuur bijna 60 graden is. En als je nu de retourleiding beetpakt, die is dus kokend heet. Dus als de retour heter is dan 55 graden, dan heb je dus geen hoogrendementsketel. Dus deze ketel is al 10 jaar lang geen hoogrendementsketel. Dus, menu. Deze zetten we naar 75 graden. En dat ligt een beetje aan het type ketel, hoe hoog je hem moet zetten. En de ene ketel start weer vrij hoog en de volgende ketel start weer vrij laag. Dus dat ligt aan het merk en type ketel. Dan gaan we deze alle laag zetten, 23%. Pompvermogen zet er ook op z'n allerlaagst. En na draaitijd is na 5 minuten, is lang zat. Mag ook 3 minuten zijn. Zit niet zoveel warmte in dit blok. Kijk wat er nu gaat gebeuren. Dus nu gaat de aanvoertemperatuur naar beneden. En hij gaat niet meer open. En dan komt er dus koud water vanuit de vloerverwarming komt er dus terug. Hij is nu nog een beetje warm, maar je voelt hem steeds kouder worden. Hij is nu na 35 graden. En nu gaat de warmte dus wel rechtstreeks de vloerverwarming in plaats van dit circuit alleen maar te verwarmen. Dus nu eindelijk na 10 jaar heb je dus pas een hoger rendementsketel. 48 graden aanvoertemperatuur. ...30 graden retourtemperatuur. Alle warmte die je maakt, die gaat dus nu de vloerverwarming in. En niet meer via de rookgassen naar buiten toe, waar je dus wel voor betaalt, maar je gebruikt het niet. Dus de aan-uit thermostaat kan blijven zitten, want we hebben nu het vermogen op zijn allerlaatst gezet, 5,5 kW. Maar het mooiste is dus als je een ketel hebt die nog iets verder terug kan moduleren. En dit is nog een mengverdeler die hier zit.
Dus het mooiste was geweest als je nog lage temperatuurverdelen had gehad zonder pomp. Want deze pomp die staat nu nog continu te draaien. Die zit hier met stekker rechtstreeks in stopcontact. Dus deze pomp is wel label A, maar die draait dan dag en nacht. Dus hier ga ik nog een pompschakelaar tussen zetten. Of eventueel de verdeler vervangen door een lage temperatuurverdeler zonder pomp. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om je systeem waterzijdig in te regelen. En dus ook je ketel in te regelen. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog. Laat het even weten wat je van het filmpje vindt. En dan zie je mij de volgende keer.